Om hun relatie geheim te houden, gingen de tortelduifjes behoorlijk ver. Zo kwam Jouke op het geniale idee om zijn grote erf te omheinen met landbouwzeil, zodat ze privé van elkaar konden genieten. Carlijn droeg pruiken om niet herkend te worden. Nu het bekend is dat Carlijn het hart van de boer heeft gestolen, laten de twee er geen gras meer over groeien. Zo delen ze regelmatig romantische kiekjes van hen samen op Instagram. Boer Jouke deelt nu dus foto's van zijn vakantie met Carlijn met zijn volgers. Het is trouwens niet de eerste keer dat Carlijn en Jouke samen in het buitenland zijn. Voor het programma Onze Boerderij in Europa reisden de twee namelijk onder andere af naar Frankrijk. Fantastische roadtrip door Frankrijk en Jersey Island gehad. Deelde Jouke bij een aantal foto's van de trip. Het is nog niet bekend wanneer de aflevering met Jouke en Carlijn wordt uitgezonden. Thank you.